is hier het slotevenement van Music for Life. En we zijn hier met een delegatie van N-VA-parlementsleden uit iedere provincie één. Om onze bijdrage tot Music for Life over te dragen. En dat is eigenlijk een fenomenaal bedrag. Ik denk dat ze hier daar zelf ook van verschoten waren. Meer dan 35.000 euro opgehaald door de 5 provincies voor 5 weesziekten. En ik denk dat we daar fier op mogen zijn. In de verschillende provincies hebben we acties gedaan, telkens getrokken door één parlementslid uit de provincie. Bij ons in Oost-Vlaanderen was ik dat. En wij hebben een actie gedaan voor ten voordele van Guillain-Barré. Dat is een ziekte, een neuromusculaire aandoening. En we hebben voor die ziekte gekozen omdat er bij ons een bestuurslid is in de N-VA Zottegem, wiens dochter daaraan leidt. En daarom leek ons dat een goede gelegenheid of een goede aanleiding om daar onze actie rond te bouwen. Bij ons in Zottegem 5.467,7 euro. Ik denk bij ons, N-VA Zottegem alleen, want dat is het bedrag voor heel Oost-Vlaanderen, maar N-VA Zottegem alleen heeft 1.500 euro. Dus ik denk dat we zeer sterk gewerkt hebben. 6.468 euro heeft dat opgeleverd van alle acties die in Limburg gebeurd zijn. Alle afdelingen hebben een steentje bijgedragen. Er zijn heel wat lokale mandatarissen die een deel van hun zitpenning hebben afgegeven. Met de kerstmarkten zijn er heel veel Geneverkes verkocht geweest, kerstrozen verkocht geweest, er zijn eetdagen geweest. Dus heel Limburg heeft zich eigenlijk achter deze actie geschaard. Ik was meter voor Vlaams-Brabant en Brussel. En ik heb me ingezet voor de MS-liga, omdat een van mijn beste vrienden is MS-patiënt. Hij is meegekomen vandaag. En ook mijn grootmoeder was MS-patiënt. Ik denk dat dat eigenlijk een ziekte is die meer mensen treft dan we denken. Het is niet altijd zichtbaar aan de patiënten, maar het heeft toch een impact op hun leven. In West-Vlaanderen hebben we gekozen voor de VZW Box en voor de ziekte NCL. Dat is een erfelijke stofwisselingsziekte die dikwijls jonge mensen treft. Voor West-Vlaanderen heeft dat 6.742,3 euro opgeleverd. Dat is fantastisch. Chris van Dijk, ere wie ere toekomt. Chris heeft die dingen getrokken bij ons in de provincie. Het ging al opnieuw over MSA, de ziekte waar Flor van Oppen aan gestorven is. Waar ik zelf ook Peter ben van die patiëntenvereniging. En daar hebben we het bedrag van 11.000... Ik moet kijken, 11.014,8 euro per week gehaald. Dat is een fenomenaal bedrag en ik denk dat die mensen heel tevreden gaan zijn.